YouTube kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal, die Jimmy. Vandaag is het zaterdag en het is tijd voor een nieuwe vlog. Hehe, eindelijk. Het is weer eens een tijdje geleden, ik weet het. En niet zomaar een vlog. Nee, jongens en meisjes, dit is een weekvlog. En ik heb er weer enorm veel zin in om dit te doen. Dit is namelijk de tweede weekvlog. En ja, jongens en meisjes, wat voor een weekvlog. Want er gaan zoveel leuke dingen gebeuren in deze weekvlog. Holy shit. Daarom wil ik ook alles vastleggen voor jullie. Wat er vandaag in ieder geval gaat gebeuren is denk ik wel het leukste van heel de weekvlog. En wat je ook waarschijnlijk aan de titel hebt gezien. Dus ja, jongens en meisjes. Doe alvast je duimpje omhoog als je het weer leuk vindt dat er een nieuwe vlog is op mijn kanaal, de Jimmy. Sowieso dat er weer een nieuwe video is op mijn kanaal, de Jimmy. Tips en tricks voor het editen mag je natuurlijk ook achterlaten. Die zijn altijd welkom. Leuke reacties mag je natuurlijk ook achterlaten. En abonneren is natuurlijk ook een minstens in mijn kopie. We zitten bijna op de 400 abonnees. Nog een abonneetje of 20. Jullie zijn echt super dikke bazen. Dus ja, jongens en meisjes, dan laten we de weekvlog maar beginnen. Let's go. En wat deze eerste zaterdag gaat gebeuren, jongens en meisjes. Holy shit. Dit is echt immens wat er vandaag gaat gebeuren. Ik ga iemand ontmoeten. Nou, ik ga meerdere mensen ontmoeten. Maar ik kom eigenlijk voor diegene. Ten eerste ga ik vandaag de beste kickboxer ter wereld ontmoeten. Oftewel Rico Verhoeven. Holy shit, dat is wel echt wel super vet. Daarnaast ga ik ook Mr. Props zien daar. En wie er nog meer komt is DJ Hardwell. Ik ben zo blij dat ik dit kan vertellen. DJ Hardwell komt gewoon, jongens en meisjes. Wordt DJ Hardwell? Toen ik dat hoorde, dat ik dat las op een krantenbericht of zo, dat ik iets zag daarvan, dacht gelijk van ik moet daar naartoe. Het is en 15 minuutjes rijden maar hier van mijn huis. En holy shit, daar heb ik veel zin in. Hij was de beste DJ ter wereld. Dimitri Vegas en Like Mike zijn nu de beste. Ook wel ongeveer wel terecht. Maar ik vind dat Hardwell gewoon weer een nummer 1 moet worden. Omdat hij gewoon echt een dikke vette basis. Maar jongens en meisjes, ik ga deze mensen dus allemaal zien slash ontmoeten. En holy shit, daar heb ik echt enorm veel zin in. Dus ja, laten we maar wachten totdat het zover is. Dan gaan we er naartoe en dan neem ik jullie mee. Tot zo. Ik heb echt enorm veel zin in. Ik kan echt niet wachten. Holy shit. En nu zul je vast denken, waar ga ik dan naartoe? Ik ga naar de sportschool van Rico Verhoeven. Dit is de opening daarvan. En Hardwell komt daar dus. En al die mensen die ik net ook allemaal heb opgenoemd. Holy shit, dames en heren. Mijn moeder is een kaart aan het maken en die laat ik zo meteen even zien het eindresultaat. Maar jongens en meisjes, in ieder geval, let's go. Dit is een kaart die mijn moeder heeft gemaakt. Dat is makkelijk, mama. Ja. Maar ja, geen sport staat natuurlijk voor Rico Verhoeven. Top. Gaan we zo meteen naartoe. We gaan nu weg, jongens, dus ik zou zeggen, let's go. Ik was niet voor de bedoeling. Voor mij eigenlijk om een sportgroep te openen, omdat we
En zo druk met eigenlijk van alles en nog wat. Gewoon trainen natuurlijk, kickboksen, MMA, Badr Hari zoals jullie gezien hebben. Dus ja, alleen maar leuke dingen eigenlijk. En dan nog een beetje acteren erbij. En ja, van alles en nog wat. Dat is eigenlijk super druk. Eigenlijk veel te druk om een sportschool te overleggen. Ja, mijn vrouw ja, die begon eigenlijk met de lessen te geven. En begon eigenlijk weer naar de leukigheid. Van mensen, ja, waarom ga je geen les geven? Nou, en dat begon 10 mensen, 15 mensen. Nou, op een gegeven moment 40, 50, 60. Ik denk, ja, dat wordt echt gek, weet je wel. Nou, toen kwam deze locatie eigenlijk op ons pad. Voor Halsteren, ja, is dit een A-locatie. Dus het is 500 meter van ons huis vandaan ongeveer. Dus ja, en al die aspecten bij elkaar, ja, was gewoon top. Dus op het moment dat we zoiets hadden van, hé, we gaan het neerzetten, kon het niet anders als top zijn. Het moest gewoon top en van wereldklasse zijn. Dat is wat mensen van mij verwachten, dat doe ik in de sport. Ik zet alleen maar topwedstrijden weg, dus dat moet ik ook doen als ik iets anders doe. Dat doe ik nooit alleen. Gelukkig heb ik daar een topvrouw bij. Achter elke sterke man staat een hele sterke vrouw. Misschien wel nog sterker. Dus daar ben ik natuurlijk heel blij op. Doe het allemaal niet alleen. Ik heb een berg met sponsoren. Die gaan mijn vrouw zo allemaal bedanken. En natuurlijk heel erg bedankt aan de mensen die ik persoonlijk heb uitgenodigd en die tijd hebben gemaakt en tijd konden maken in de agenda om te komen. Robert, voor jullie natuurlijk bekend als DJ Hartel. Applaus jongens. Hey. Hey. Hij staat hier achter de stop. Everon, Everon Jackson. Voor jullie bekend als Bing uit Goed Tijden, Slechte Tijden. En natuurlijk, iedereen kent het nummer wel. Waves. En Mr. Props staat ook gestopt hierachter. Yeah. DJ Talent. Shoot. Hey. Is Björn aanwezig? Björn van Wendy? Nee? Björn, kom eens, dank eens even op. Björn, hier komen als je er bent. Nou ja, Björn, Eddie, onze hoofdopnemer. Mag ook voor jou om bedanken en natuurlijk dat je bij het slachtoffer sport. Bij jou sport. Maar ja, ik weet niet hoe Jolanda er is, maar ik wil ook u bedanken. Erik, waar ben je? Jij bent klein, maar we zien je. Dank je namens het team, Melissa, iedereen, Bob en de Raam. Maar wel vergeten, dus dan denk ik wel aan je, dan waardeer je wel. Jij ook, dank je. Oké, okay, it's time. Oké, okay, nou, jij wacht even. Deze mensen komen als eerste naar binnen. Loop even een rondje, kijk even. Kom daarna weer lekker even terug naar buiten. Hier is een stuk opgekrapt, dus ik doe gewoon lekker buiten de demonstratie. Hier is hartstikke goed, dus waarom zullen we binnen blijven zitten? Ja, voor de mensen die demonstratie geven, mogen lekker binnen blijven. Yes? Alright. Daar gaat ie. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Net als in de sport, ik ben perfectionistisch. Ja, ik train 4 keer per week. Geen kickboksen dan wel, maar echt gewoon fitness om in conditioneel vorm te blijven. Ik heb Rico Dallo leren kennen door eigenlijk mijn personal trainingsteam. Ja, en daardoor eigenlijk hele goede vrienden geworden. We'll be right back.
dag nadat ik Hartwell heb ontmoet en heel veel andere bekende Nederlanders. En ik ben eigenlijk de hele dag al bezig met het editen van de video van wat ik gisteren heb opgenomen, oftewel zaterdag. Ik ben daar niet de hele dag mee bezig, maar ik ben al best lang bezig. Vandaag heb ik eigenlijk niet heel erg veel te melden, maar wel wil ik even één ding zeggen. Dat ik een handtekening van Hartwell heb. Waarschijnlijk heb je dat ook al in de foto gezien, maar dit is hem dus op film. Dit wil ik nog even aan jullie laten zien. Dit is een Baron 1898 CD. Daar staat een remix op die Hartwell heeft gemaakt. En die kreeg ik toen ik uit de Baron ging. Die krijg je nu niet meer als je uit de Baron gaat. Maar vorig jaar wel, want toen was die net nieuw. En toen kreeg je dus zo'n CD. En die heb je normaal gewoon dan zonder handtekening. En daar heb ik de handtekening van Hartwell op laten zetten. Holy shit, dames en heren. Super vet. En van dit schilderij, dames en heren, wil ik iets anders maken. Want van dat schilderij wil ik namelijk die foto die ik met Hartwell heb in het groot op. Dus dan gaat deze poster weg. En in plaats daarvan komt dan een foto met Hartwell. Holy shit, dames en heren. Ik was zo hyped met iedereen op de foto. Gesper Doel kwam dus ook nog. Dat wist ik echt niet. En toen ik hem zag, dacht ik was holy shit. Het is gewoon Gesper de Goeie, jongens. Oké, maar in ieder geval, vandaag heb ik eigenlijk niet heel veel meer te doen. Dus laat ik zeggen, op naar morgen. En dat is maandag. Dus ik zou zeggen, tot maandag. Leuk dat jullie kijken naar de derde dag van deze weekvlog, oftewel maandag. Ik ben net wakker, ik heb best wel lekker geslapen. Maar in ieder geval, jongens en meisjes, ik ga even drinken halen. Ja. Naar de keuken lopen, even drinken pakken, even een glas pakken. Ja. Glas. Jongens, ik word gebeld door Anoniem. Wie is Anoniem? Dat is toch niet die gasten? Als dit zo is, jongens. Holy shit, ik ga opnemen. Ja, hallo? Is het lekker drinken? What the fuck, what the fuck? Luister, ga naar je achter. Nee man, what the fuck? Er ligt een brief voor de deur. Ik ga je niet menen. Ik wil dat je filmt als je de brief pakt en voorleest. Wie ben jij? Niet. Zullen de maat is. Wie ben je? Oh mijn god, jongens, hij heeft opgehangen. Hij heeft fucking opgehangen. En hij zei dat ik in de tuin moest gaan kijken. Ik ga nu naar de tuin. What the fuck is dit? Nee, man. Hij zei dat er een brief in de tuin moet liggen. Nee, man. Dit gaat te ver. Als dit echt is, hè. Als dit echt is. Is de deur open? Ja, de deur is open, jongens. Leuk. Een brief. Een fucking brief! What the fuck? Nee, dit gaat te ver, gast. Dit gaat te veel te ver. Ik ga hem binnenlezen. Besef die gast die ik net gewoon daar zag, heeft gewoon een fucking brief bij mij in de tuin gelegd. Ik ga hem nu lezen wat erop staat. Nu, ik ga het filmen, guys. Oké.
kijk in je mailbox. Anoniem. Nou, hou je bek, kill. Is dit, als dit echt is, hè? Als dit echt is. Nee. Ik ga nu naar mijn mailbox. Nee, het gaat te ver, Ik weet die gast waar de fuck ik woon. Hij weet wel natuurlijk in welke stad ik woon. Dat heb ik wel eens gezegd. Dat staat ook even op Instagram. Kijk jongens, maar dat ik dus nu aan het opstarten. En ik ga weer verder praten als ik in de wereld. Oh mijn god, ik ben echt geschrokken. What the fuck? Jongens, hij is aan het inloggen. Heb ik een mailtje? Heb ik een... Oh nee, wat is dit? Oh jongens. Het was maar een prank. Prank. Jongens en meisjes, dit was inderdaad een prank. Waarom ik dit nou doe, is omdat ik vind dat het moet stoppen. Al die fake pranks met brieven in het bos, met ontvoering, shit, allemaal dat soort dingen. Ik word er niet goed van. Ik kijk het wel, om gewoon te zien hoe erg ze het faken. Dat vind ik gewoon grappig. Maar de video zelf vind ik eigenlijk niet leuk, maar ik vind het gewoon leuk om te kijken hoe ze het faken, zeg maar. Verder geen haat naar deze mensen. Over welke mensen heb ik het dan? Ik denk dat jullie het wel kunnen raden. Oftewel, doe maar gamen. Wat hij nu eigenlijk niet meer heeft. Ja, heeft hij nog wel, maar daar doet hij minder mee als met DutchTuber. Want daar doet hij nou al zijn pranks op en zo. Allemaal was waard. Cryfight, Snapking, Joey Bravo natuurlijk met het ontvoeren van zijn vriendin. Het is allemaal nep, jongens. Geloof het nou niet. Dit heeft dit wel weer bewezen. Ik dacht van, laat ik het eens gewoon doen. Kijken hoe mensen van mijn YouTube-kanaal daarop gaan reageren. En ja, ik hoop dat jullie het niet echt geloofden, want het is gewoon nep. En ik had zelf een mailtje gestuurd met prank. Stem voor me en zo. Kan je gewoon allemaal downloaden op je telefoon. Kan ik laten zien ook. Gaat zo makkelijk, jongens. Het is helemaal niet moeilijk om zo'n fake video te maken. Hier. Stem voor me. Dat is gewoon een app. Die kan je zo gewoon makkelijk downloaden. Als ik nou bijvoorbeeld heel random doe. Hallo. En dan heb je zo'n stem. Dus het is heel makkelijk, jongens en meisjes. Het is echt niet moeilijk om zo'n soort video te maken. Stop met die fake pranks. Iedereen is er denk ik wel gewoon klaar mee. Alleen ze vinden het leuk om te zien hoe erg jullie het faken. Vandaag is het donderdag, jongens en meisjes. En ik heb 2 dagen niet gevlogd. Inderdaad. Dinsdag en woensdag heb ik niet gevlogd. Waarom niet? Ik had simpelweg helemaal niks te doen. En wat ik alleen deed was editen. En als ik dat de hele tijd ga filmen, of tenminste stukjes daarvan ga filmen. Ik denk niet dat jullie dat echt iets interesseert. Jongens, meisjes, vandaag ga ik wel weer even kort wat leuks doen. Namelijk, ik ga een ijsje eten. En zul je denken, dat is gewoon normaal? Nee. Er is hier in de buurt een nieuwe ijssalon. En daar, jongens en meisjes, ga ik nu naartoe. Met mijn oma. Jullie gaan daar mijn live reactie zien. De eerste keer daar ijs eten. Voor de rest heb ik eigenlijk vandaag ook weer niks te doen. In ieder geval, ik ga nu daar naartoe. Het is letterlijk misschien 1 minuut rijden of zo. Dat is hier echt heel erg dichtbij, jongens en meisjes. Dus ik zou zeggen, laten we naar de ijssalon gaan. Let's go! Oké, jongens en meisjes, ik ben onderweg naar de ijssalon. Dat gaan we nu live meemaken met jullie erbij. En dan gaan we dus kijken of het lekker ijs is of niet. En dan ga ik ook gelijk mijn mening over geven of het lekker is of niet. Mijn oma is er al, als het goed is, ging met de scootmobiel. Meisjes, mijn oma is aangekomen, die zie ik in de verte al aankomen rijden. Scootmobiel, hallo! Oh, lekker een ijsje eten? Ja. Dit ijs is zo uitgebreid, dat ze gewoon een hele speeltuin hebben, joh. Hoe grappig is dat? In ieder geval, er zitten een paar mensen binnen. We gaan wel buiten zitten dan, hè, op die bankjes. Goed, ik heb het ijsje. Dit is Kinder Bueno en vanille. Nou, laten we proeven. Lekker! En die andere? Goedgekeurd. Welke smaak heb jij, oma? Chocolade. En die andere is Kinder Bueno.
zijn weer een stukje van de vlog aan het opnemen. Dus, en ben lekker ijsje aan het eten. Dat zie je zaterdag ook in de vlog. En dit is een timelapse. De vraag is meestal bij dit soort ijsjes op een horen of de koek een beetje krokant is. Dus laten we dat ook eens even proberen. Jazeker. Het is een goed nieuw ijssalon. Bij hele rare prullenbakken, dat is nogal extreem groot, zeg maar. Kan je het hier gewoon ingooien of niet? Nee. Je zou toch denken dat dit prullenbakken zijn? Even beter kijken, dat is echt weer zo'n actie voor mij. Ik krijg ze echt niet open. Nou ja, het zijn geen containers, gooi het maar gewoon in de prullenbak. Zo, jongens en meisjes, zit ook weer in de prullenbak. Dan zie ik jullie straks weer. Ja, ik ga nog wel straks wat grappige dingen doen met Snapchat. En dat laat ik dan ook nog straks in de vlog zien. Dames en heren, jongens, meisjes, dit is de laatste dag van deze weekvlog en holy shit, we hebben gewoon een week lang gevlogd. Het waren inderdaad dagen bij dat ik geen zin had om te vloggen, zoals je net al zag in de vlog, bijvoorbeeld met die Snapchat dingen. Ik had gewoon echt niks te doen die dag en soms waren het ook gewoon korte stukjes die ik opnam. Alleen de eerste dag van deze weekvlog was eigenlijk het leukste en echt het super vetst. Vandaag heb ik eigenlijk ook niet heel erg veel meer te doen, dus ik zou zeggen bedankt voor kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie deze weekvlog super vet. Laat het dan weten met een duimpje omhoog hier beneden. En nog een duimpje omhoog omdat deze video zo baby's begraven zit. Wat dan ook vond. Leuke reacties zijn natuurlijk altijd toegestaan. Met tips en tricks voor de editor. En abonneren is natuurlijk ook mensen helemaal toppie mensen. En dan zou ik zeggen, na deze enorme lange weekvlog, ik hoop dat jullie hem helemaal hebben uitgekeken. En dan zie je dit stukje niet. In ieder geval jongens en meisjes, jullie zijn super vette bazen. Volgende week komt ook een hele lange vlog aan. Ook weer een weekvlog. En ik ga ergens naartoe. Dus waarschijnlijk wordt het ook een half uur vlog of zo. Ik heb echt geen idee. Maar in ieder geval, hij gaat heel lang duren. Maar jongens en meisjes, ik ga zeggen, tot de volgende video. Dikke, vette, peace!